Ja. 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 Duurde het lang, Peter? Heb je wat te wat drinken? Lang? Nou, voordat je aan. Oh, kijk nou. De goede wijnen komen binnen. Joehoe. heb jij al een glaasje gehad? Ik heb een kopje thee gehad. Wil je een glaasje? Nee, want ik moet nog even een paar dingen doen. Ja, want je moet zo direct door naar de hotelschool. Ja. Want daar ben je lector. Gaan we straks nog wel even over hebben. Maar wat ga je doen zo direct? Oh, ik heb nog een gesprek met de directeur. Oh, niet? Maar het is gewoon een villa, gewoon een bilateraal. Normaal. Oh ja, nou, maar een soort einde jaar. Hoofd bij. Ja, nou ja, jij vraagt wat ga ik doen. Dan maak ik er iets heel gewichtigs van natuurlijk. Dat doen al die mannen maar al te graag. Ja, hè? Ja. Luister, Peter Klossen, want je weet, de kijkwijzer voor mijn programma is 50 plus. Dus ja, je kwalificeer. Ja, je bent. Nou, het onderwerp nog. Ja, nou, met jou kan ik het over van alles hebben, dus waarschijnlijk kom je nog wel een keer voorbij. Mm-hmm. Maar ik wilde eerst beginnen met de Michelinsterren, want die zijn voorbij gekomen. Hè? Dat kan ons allen niet ontgaan zijn. Ja. Jij bent kind van ouders met een restaurant, de Echo Put, met een Michelinster. En de insteek van die lijstjes voor mij was, wat doet dat, die druk? Hoe heb jij dat ooit ervaren? Want jullie hebben dat 36 jaar gehad of zo. Ja, zeker. Een tijdje twee zelfs. Toen ik begon hadden we 2 sterren. Dus zelfs dat hebben we nog meegemaakt. Ja. Maar ja, wat je dat doet, dat is maar de vraag. Ik zeg vaak aan collega's, dat moet je eigenlijk niet zoveel doen. Want je bent als restaurateur vooral je belangrijkste klant, dat zijn je gasten. En niet Michelin. Michelin, heb ik wel eens gezegd, is een van onze gasten die een boekje uitgeeft. Daarmee probeer ik iets te zeggen, dat als iedereen zo heel erg focust op Michelin en zijn gasten vergeet, dan maak je een grote denkfout. Dus ik heb altijd geprobeerd het net anders te doen. Probeer nou te zorgen dat iedereen heel tevreden is, dan zal Michelin ook wel tevreden zijn. En de druk die er natuurlijk is, dat is de druk die elke goede ondernemer moet hebben. Namelijk, doe ik het goed, zijn mijn gasten tevreden. En daar moet je eigenlijk je focus leggen en niet per se op die ene keer per jaar dat het boekje uitkomt. Als je het dan hebt over je gasten, dan heb je het dus ook over hospitality. Tuurlijk, ja. Totaal. Heb je daar adviezen over? Hoe is die ontwikkeling daarin? Is dat veranderd ten aanzien van vroeger? Hoe jij dat ooit beleeft en waar we nu staan? Nou ja, wat er natuurlijk enorm veranderd is die enorme ophef erover. Ik bedoel, het was natuurlijk in een jaartje of 20, 30 geleden ondenkbaar dat het überhaupt in de pers kwam. Ja, de horecapers een beetje, maar dat het NOS Journaal of dat de grote talkshows of dat weet ik veel wat. Iedereen rijkhalsend. 'S Ochtends was dan het nieuws, het gaat gebeuren. En zo vandaag gaat het gebeuren. Ja. En dan zo'n groot theater. Ja, maar dat bedoel ik dus al. Een diner voorafgaand, wat notabene. Dat ben ik ook verbijsterd over. De 3-sterrenchefs mij dan sponsoren. Dan denk ik, hoe is dit in Jezus nou mogelijk? Ik bedoel, dat een... Ja, laten we het even flauw zeggen. Een bandenfirma het voor elkaar krijgt. Dat het hele land ongeveer aan de voeten loopt. Het is natuurlijk ook wel eng. Want op deze manier word je, omdat het publiek het ook zo opvolgt, ontzettend afhankelijk. Krijg je een ster, ben je booming. Ze hebben er ook een paar een ster verloren. En daar gaat mijn hart dan ook wel naar uit. Hier in de buurt trouwens. Ja, hier in de buurt. Nogal. En dan 2 jaar geleden die datzelfde bedrijf op het podium hijsen van wat een voorbaken van stabiliteit. Ja. En dat hebben wij ook een keer meegemaakt. Dus dat wij inderdaad het ene jaar. Maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Het is heel vreemd. Het is echt heel vreemd. Het is dus hoe dezelfde organisatie het ene jaar kan zeggen, wat fantastisch. Dat zo'n bedrijf zo lang en zo stabiel en met diezelfde chef enzovoort. We hebben het precies hetzelfde met Thuis meegemaakt. Ook op het vaandel dragen ongeveer, ook na 32 jaar een ster. Dat is misschien een toevallige parallel, maar bij ons gebeurde dat toen ook. Toen moesten we nodig weer van alles veranderen. En denk, wat is dit voor raar? Vorig jaar waren we nog. Dat is fantastisch omdat het allemaal zo stabiel is. En volgend jaar is stabiliteit We gaan daar toch nog eens een ei over leggen. Want, wat een mooie metafoor. Ja. Een ei overleggen. Een ei. Het mooiste gastronomisch product wat bestaat. Ja, is dat zo? Natuurlijk. Waarom? Dus ei is toch het meest fascinerende product? Ei is het begin van leven, laat daar maar eens mee beginnen. Maar vervolgens wat je culinair met een ei kunt. Ja, wat niet? Een ei is een heerlijke patisserie, een ei is hollandaise, een ei is mayonaise, een ei is nou jongens, het is natuurlijk een soufflé, een ei is gewoon een gebakken eitje op je brood. Het ei is fantastisch. Een bron van cholesterol.
Nee joh, dat moet je vergeten. Mag ik dat niet zeggen? Nee, mag ik zeggen. Het brengt ons misschien ook al meteen even naar jouw smaaktheorie. Hè? Ja. Waar je op gepromoveerd bent. Ja. Hier aan de Universiteit in Maastricht, gezondheidswetenschappen. Ja. Die smaaktheorie, ik ken hem, maar ik vind het heerlijk als je het nog een keer vertelt. Want het blijft subliem en interessant. Het is echt een nadenkertje. Leg het uit. Smaak. Nou wat is ja, dat? Dit gaat natuurlijk over anders denken over smaak. Ja. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen vullen bij smaak. Als je zegt smaak is. Dan komen er mogelijkerwijs bij heel veel mensen twee soorten antwoorden. De ene, en beide zijn dus zeer dubieus. De eerste is, smaak is persoonlijk. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. En twee is, smaak is zoet, zuur, zout, bitter. Nou, dat laatste is nog erger eigenlijk. Dus, Smaak is wel, punt 1, smaak, ik vind smaak een producteigenschap. Nou, dat is heel concreet. Smaak, dingen hebben smaak. Dus die kerststol daar, die heeft smaak. Nou, koffie, niet echte, die heb ik geprobeerd. Ja, maar die heeft wel smaak. Alleen, ja, ik vind het niet lekker. Dat is anders. Exact, dus smaak is gewoon wat het ding heeft. Of wat een wijn heeft, of wat thee heeft, of koffie heeft, of whatever. We maar eten of drinken. Dat is een objectief gegeven eigenlijk. Dat is eigenlijk een min of meer objectief. Wat we missen is natuurlijk een kader om dat objectief te benaderen. Dat komt zo. Maar smaak zouden we in ieder geval moeten zien als een eigenschap. Ja. En dan is lekker, heeft dus dan niks meer met smaak te maken, want dat heeft alles met ons te maken, met proeven. En met, dat is dus heel subjectief. Ja. Maar als je alles aan de subjectieve kant gooit, ja, dan is het over smaak valt niet te twisten. Dan zit het onder het beroemde tapijt waar niks gebeurt. Maar wat is de winst van deze theorie? Dat je smaak als een instrument kunt gaan zien. Dus dan kun je gaan verdiepen in mensen, voorkeuren gaan ontdekken en zeggen van, hey, deze smaken zijn voor die mensen meer geschikt dan voor die. Mensen die ziek zijn, mensen die oud zijn, mensen die jong zijn, mensen die enzovoort. Je kunt gezondheid. Je kunt gaan zeggen, de meeste mensen zijn verleid of worden verleid door de industrie. Die industrie die doet zijn werk uitstekend. Zo uitstekend dat we heel erg verslaafd gaan raken aan wat die industrie allemaal voor ons bedenkt. Die hebben natuurlijk vele malen meer geld dan de normale smaakmensen, zullen we maar zeggen. Dus er gebeuren allerlei dingen waar je je vraagtekens bij kunt stellen. Vervolgens zien we dat die keuzes leiden tot deels ongezondheid, door een slechte situatie op de planeet, klimaatverandering. Je kunt zo gek niet bedenken of het heeft wel ergens met eten te maken. Dus die keuzes die we met z'n allen maken, die moeten we op de een of andere manier veranderen. En dan wordt het heel belangrijk om je te gaan afvragen. De mensen vinden dus nu heel erg lekker wat er geproduceerd wordt. En wat er straks beter gegeten kan worden. Neem maar even groente, eet meer groente, roept dan het voedingscentrum. Ja, koekoek, hoe dan? En als we in ons hoofd hebben dat die groentes eigenlijk niet lekker genoeg zijn. Ja. Hoe krijgen we dan weer, punt 1, lekkere groenten. Maar punt 2, dat de mensen ook thuis weer snappen hoe je dat moet bereiden. Dat is allemaal smaak. Dat is allemaal waar smaak mee te maken heeft. Wat mij opvalt, ik kwam vroeger altijd bij mijn ex-schoonouders in de moestuin. En die roofde ik helemaal leeg. Want dat vond ik hoe is jij dat? Helemaal geweldig. Durf je niet te betalen. Maar als ik nu zie wat zij, dan kom ik nu bij haar, ze is 94. En dan zegt ze, meisje, wil je een kopje soep? Ik heb lekkere champignonsoep. Zeg ik, ja mam, die uit blik. Ja, ik zeg, maar mam, dat eet ik niet. Er zit veel te veel zout in. Dat is helemaal niet goed voor u. Kind, het is heerlijk. Zeg, maar mam, vroeger maakte u het zelf. Ja. Gebeurt er iets als je ouder wordt in smaak? Nou, ja goed, kijk, er gebeurt niet zozeer in smaak, maar in waarnemen. Kijk, als je ouder wordt, verlies je natuurlijk je sensorische kwaliteit gaat terug. Het wordt vlakker. Het zou best kunnen zijn dat het wat vlakker is. Ik denk dat er is natuurlijk geen smaaktest. Kijk, we hebben een test voor je ogen en dan weet je dat je een leesbril moet nodig hebben. Of dat je een test voor je oren en dan weet je dat je een hoorapparaat kunt krijgen. Nou, zoiets zou natuurlijk voor smaak ook moeten zijn. En omdat dat er niet is, ga je dat corrigeren, bijvoorbeeld met meer zout. Stel dat je smaaksysteem wat minder scherp geworden is. Nou, dan moet je natuurlijk zorgen dat het zout, maar het kan ook met kruiden en met peper. En dat kunt natuurlijk heel veel andere dingen ook. We denken daar veel te enkelvoudig in. Maar dus, nou, moet je natuurlijk zorgen dat het hebben natuurlijk ook. Nou, dat zou wel enorm helpen. Ja, gewoon goede producten. Wat we nu natuurlijk te hebben, dat voorbeeld van die moestuin is daarom ook zo sterk. Omdat we natuurlijk nu te maken hebben met de moestuin van de wereld. En in die moestuin van de wereld zijn heel veel variëteiten verdwenen. En daar wordt over het algemeen heel vroeg geoogst. Dus als je een eigen tuin hebt, dan weet je natuurlijk dat of er nou een wortel, een aardbei of een braam of wat dan ook is, hoe later je oogst, hoe rijker van smaak het wordt. En op een gegeven moment is het verrot, maar net daarvoor moet je ze hebben. Nou, en dat heeft alles met smaak te maken. Ja. En als we heel vroeg oogsten, dan ziet een aardbei of een komkommer of wat je wil, ziet er al uit als de vrucht die je denkt te krijgen. Maar het heeft natuurlijk helemaal geen smaak. Dat gebeurt in die laatste weken.
Maar wij willen die ketens lang hebben en we willen een lange shelf life, zegt de supermarkt. En dus worden er allerlei concessies gedaan op smaak. Als we die niet zouden doen, dan zouden producten veel meer smaak van zichzelf hebben. En dan zou je ook al die condimenten niet hoeven te gebruiken. Hoe gaan we dat oplossen? Heel systemisch denken, punt 1. Dus niet alleen maar aan één dingetje denken, maar aan het totaal denken. Dat is heel belangrijk, dat gebeurt heel weinig in smaak. Nico komt alweer binnen. Bad news, Peter. Ja of niet? Geef me eens heel even een clue. We liggen 20 minuten achter. We liggen 20 minuten achter? 20 minuten achter. Nou, dan moet er iemand uitgegooid worden. Dat moet de regisseur altijd doen. Dan praten wij nog even verder. Vind je het goed? Jeetje. Echt waar? Waarom moeten we door. Oké. Okay. Ja. Peter? Wij liggen voor. Wij liggen voor. Wij liggen sowieso voor. Laatste onderwerp, je moet maar terugkomen in het nieuwe jaar. Wild. Tuurlijk. Kan er wild op het menu? Hoe zit het met die herten die afgeschoten zijn? Hebben die smaak? Kunnen we die ergens halen? Ja, volgens mij een grote opkoperpoelier in Amsterdam. Wild, kan het nog? Staat het op ons kerstmenu? Als het goed is wel, maar het liefst echt wild. Ik ben net initiatiefnemer van een stichting die Echt Wild heet. En die wil een keurmerk ervoor maken. Dus er komt binnenkort een keurmerk. Vanaf volgend jaar is er een keurmerk. Echt dan wild. Dan kun je echt wild. En echt wild gaat dus om waarvan we het systeem kennen. Dus wie heeft het geschoten? Transparantie in dat systeem. Wat is er mee gebeurd? Wat heeft het gegeten? Waar heeft het gelopen? En dan hebben we hetzelfde thema weer van smaak. Ja. Ja. Ja, die beesten die in een heel arm gebied leven, omdat er veel te veel beesten in dat gebied leven. Ja, die hebben natuurlijk minder mogelijkheden. Dat zijn vrij schriele, niet vol door voede beesten natuurlijk. Ja, die, natuurlijk gaan we die opeten, want dat is natuurlijk de enige echte, serieuze. Dat zou serieuze. Helemaal vreselijk zijn. Dat is helemaal vreselijk. Als je maar zit er, zal weinig smaak of kraak aan zitten. Ik denk dat het op zich meevalt, want ze zijn natuurlijk hebben ook niet zo overdreven veel verlopen. Dus zal er wel mee zitten. Ja. Maar ik, als je het vergelijkt met gezonde dieren, supergezonde dieren op de Veluwe bijvoorbeeld. Nou, die zijn veel groter en er zit veel meer vlees aan. Dus, en je bent verbonden als lecturer dus aan de hotelschool Management School Maastricht. Ja. Wat doe je daar? Wat doseer je? Gastronomie. Ja? Ja, dus smaak. Ja. Ik probeer de studenten in de opleiding heel erg mee te nemen in die wereld van smaak. En dat ze dus begrijpen dat zij als toekomstige food professionals keuzes moeten maken. Geconfronteerd worden met keuzes. Foute keuzes die onze generaties gemaakt hebben. En dat zij eigenlijk de generatie moeten zijn die dat oplost. Dus ik probeer ze zo goed mogelijk, punt 1, bewust te maken van de situatie die er is. Punt 2, ze te helpen in keuzes en met onderzoek. En bewust maken dat zij een rol kunnen spelen om dat voedselsysteem te veranderen. Want dat moet gebeuren. Dat systeem moet echt anders. Gaat het lukken, afrondende vraag, gaat het ons lukken om daar een trendbreuk in te krijgen? Het moet, ik snap. Het moet gewoon. Het moet. Ja. Ja, dus het is de boot en de wal en de wal keert het schip. Ik bedoel, als wij niet veranderen, dan gaan we er heel veel last van ondervinden. En ik denk dat naarmate wij er meer last van ondervinden, is de motivatie om te veranderen des te groter. Wil je alsjeblieft nog een keer terugkomen? Natuurlijk. Ik vind het helemaal niet fijn. Ik ga hier. Nou, wij zijn zover. Kijk, Nico. Waar is die regisseur die ons zo loopt op te fokken? Zit ik met een hele interessante man hier aan tafel? We gaan gewoon nog een keer terug. Moet ik je succes wensen voor het gesprek met de directeur? Nee. Nee, hè? Nee, ik moet hem succes wensen. We zien elkaar. Dankjewel. Dankjewel. Want we moeten het nog hebben. Je hebt 15 boeken geschreven. Morgen ben ik een uur op BNR. Oké. Okay. Kun je mij BNR, morgen... BNR, hoe laat? Tussen 10 en 11. Dus als je niet genoeg kunt krijgen van Peter Klossen, luister naar BNR tussen 10 en 11. Dankjewel.